Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Minecraft Survival. Van Bim natuurlijk, want ja, in de grot. Heel mooi, met fakkels. Maar jullie denken natuurlijk, Bim, hoe kom je aan de diamond armor? Nou, dat zal ik jullie eens even vertellen. Ik heb de diamond armor skin. En dan heb je full diamond aan. En dat is super grappig voor in Skybars. Als je dan basic mensen afschrikken daarmee. En ja, dat was eigenlijk best wel grappig. Want daardoor heb ik al een keer een potje gewonnen. Dus ja. Laten we beginnen. Even kijken. Ja. Zat er nog iets in van de vorige keer? Nee. Alleen 9 kool. Wat heb ik? Oh ja, vorige keer was ik natuurlijk in de grot gebleven. Hier wou ik denk gaan minen. Oh, dat zie ik nu pas. Hier zit allemaal kool. Dat willen we gaan hakken. Nou. Misschien ga ik ook wel nog een keer samen met Jesse dit opnemen. Waarschijnlijk niet, maar het is te proberen. Lag hier nou nog een kool? Nee. Ik denk dat we straks meteen even gaan minen. Wat doe ik nou? We maken meteen even wat fakkels erbij. Ook al zijn het er maar 8. Nog even wat sticks. Dus ik ga me straks meteen weer minen. Als ik eigenlijk... Heb ik dat ook al gedaan? Weet ik niet. Weet ik niet precies meer. Volgens mij niet. Nou, laten we hier maar meteen gaan minen dan. Zo, ja. Ik heb niet zo heel veel eten meer. Dus ik denk dat ik deze video ook nog wel even naar boven ga. Oh, ik ga even desorteren hoor. Veel fijner. Pickaxe voor aan. Fakkels ernaast. Zo. Nou, dus ik wou naar boven gaan. Even wat dieren doodmaken. En ja. En ik heb al. Zo, nou. 13 iron. Zit er nog wat? Dus ja. Dat is eigenlijk best wel grappig van die diamond skin. Maar ja. Dus jullie wel straks een keer free in de Skybox video gaan zien. Dat is echt. Ja, en ik denk dat ik ook nog wel echt armor ga maken. Maar ik ben wel benieuwd hoe het dan eruit ziet. Als je dan normaal gewoon echt armor over nep armor heen doet. Yes, gold! Yes! Het eerste goal, dames en heren. Ik ga meteen in de oven stoppen, hoor. Nog maar een klein stukje lopen. Eindelijk het gold. Maar eigenlijk is gold helemaal niet zo heel goed. Dus ja. Maar je hebt er eigenlijk wel weer wat aan. Even kijken, waar zit dat gat? Dat gat zit daar. Daar kom ik van. Ah. Oh, ik ga meteen ook even zwaard maken. Denk ik nu. We hebben nog sticks. Nee. Zo. Oh, een zwaard maakt je anders. En dan maak ik even een andere sport. Dat kan ik nou aan het doen. Zo. Oh, ik heb een nieuw achievement. Oh, dat zag ik allemaal niet. Even kijken welke achievements ik al heb. Hier. Heb ik die al? Ja, die heb ik. Volgens mij? Nee. Die heb ik, die heb ik, die heb ik. Die heb ik. Die heb ik. Die heb ik niet. Dat top ik. Die ga ik nog even een keer doen. En als ik de hot topic heb, dan kan ik meteen iron gaan hakken. En hierboven, die heb ik ook al. Heb ik deze al? Ja. En dan ga je. Maar dit brood kan nog niet, dus laten we verder gaan.
Hopelijk zitten nog meer, misschien wel diamonds in de buurt. Hoop ik tenminste wel. En ik ben nu al level 2. Maar ik denk als ik diamonds ga hakken, dat ik moet... Nee, ik weet niet of ik dan een enchantment table ga maken. Ik denk dat ik eerst een diamond pickaxe ga maken. Ik wil achterlaten. Even kijken. Ik ga wat naar beneden. Oh, gravel. Ik kan nog even iets verder, dat de gravel voorbij is. Hier nog steeds. Hier niet helemaal. Het is eigenlijk wel leuker om met z'n tweeën iets op te nemen. Dus ja. Ja, want dan kan ik ook... Dan is het eigenlijk veel leuker, want... Dan is het ook veel leuker voor jullie. Ook. Want dan, anders ben ik deze stil. En dan, ja. Gaan jullie een beetje vervelen. We zitten nu op level 11. Dat is goed. Dus laten we doorgaan. Misschien kan ik als ik dus redstone. Misschien als ik redstone heb. Nee, ik ben echt in de war. Als ik diamonds heb, dat ik dan eerst inderdaad een wat ik al zei, een diamond pickaxe. Daarna denk ik diamond sword. En daarna. Ja, enchanting table. Een enchanting table natuurlijk als... Ja, dat vind ik niet heel belangrijk. Dus ja. Iron. Ja. Yeah. Dan ga ik straks eerst even een oven maken. Want dan heb ik weer 2 achievements bij. Is die daar nog? Nee. Oké. Okay. Ja, misschien komt er op de JP Craft server wel Skywars of iets, heel misschien. Ja, misschien ook nog andere leuke minigames, heb ik nog een schep. Nee. Ja, maar heel misschien komt dat. Als je JP Games 2 nog niet hebt gezien, ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Dat is ons tweede kanaal en staat er een hele leuke video op. Dus ja, als je die wilt zien, hij is bijna kapot. Die pickaxe, dus ik ga even mijn stenen hakken. Ik hoop echt dat ik deze aflevering nog diamonds tegenkom. Die al kan even mijn arm pickaxe. Ik ben nu alweer level 4, hè. Ik ga best wel snel met redstone. 4,5. Nou. Ook weer met mijn iron. Je kon toch ook... Voor mij kon je iets doen met je toetsenbord. En dan zag je hoeveel blokjes je nog kon hakken met je pickaxe of met je zwaard. Hoeveel slagen je nog kon maken. En dat wil ik wel... Dat wil ik wel een keer doen. Dat lijkt me eigenlijk best grappig. Oh, ik ben alweer bijna level 5. En ik ben level 5. Oh, nog meer. Even kijken, die mogen wel weg. Nee, zag ik hier nou nog allemaal redstone? Nee. Ik hoef eigenlijk helemaal niet te eten. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik al een appel had gegeten ofzo. In mijn van. En zo. Je komt hier echt super veel redstone tegen. Oh. De Jesse die gebruikt altijd redstone als licht, maar dat vind ik een beetje onzin. Want tik niet zo redstone aan, dan geeft het licht. Maar dat vind ik een beetje onzin, want je kan het meteen weghakken. Ja, dat doe ik meestal. Oh, die zit bijna kapot. Maar, voor mij gaat een iron pickaxe, ja, die gaat wel veel minder lang mee dan een diamond pickaxe. Maar, als je een golden sword hebt... Dan is het even goed als een woedersword. Dus ja. Ik weet niet wat ik even ga doen. Ik ga even terug.
Dan ga ik even alles spul in de oven doen. Maar eerst dus een oven maken. Ja, dus ik ga straks denk ik nog even naar boven toe. En ik zie nog gewoon kot. En daarna ga ik, ik denk dat dan het einde, dan ga ik misschien weer naar beneden. Of ik neem al mijn spullen mee. S5 gold. En dan ga ik boven wonen zoals ik zei bij het begin. Zo, hier even blok zo maken. Waarschijnlijk komt er binnenkort van mij een Skywars video online. En ik heb het achievement. En dan heb ik 8 ovens, een beetje overdreven. Maar dan ga ik even een mooi vakje maken. Oh nee, dat hoeft trouwens helemaal niet, want ik ga... Ik denk dat ik eerst naar boven ga en daar ga ik alle achievements halen. Vleermuis! Deze neem ik even mee, op een snelle manier. Ik heb genoeg roadblocks, dus dat moet lukken. Even kijken, ik ga hier even Optifine gebruiken. Ja, ik heb nu Optifine. Oh, je staat net een fakkel aan. Nou, ik ga nu naar boven. En dan zullen we zien hoe het daar eruit ziet. Ik ben het zelf al helemaal vergeten. Volgens mij zal het ook benieuwen. En als ik val... Oh, daar zit Iron. Yes. Hij lekt een beetje. Waarschijnlijk al de hele tijd, maar ja. Ik viel bijna. Waar zit het Iron? Zit het onder... Serieus, het zit onder me. Het zit onder daar. En dan doe ik even zo. Platwampje. Even nog weg. Even kijken. Oh, nu doe ik nog even een klein tikkie. Ah, zo. Fakkel. Als ik een fakkel erop plaats, heeft niet zoveel van... Dan kan ik ook gewoon stoppen. Als ik een fakkel op de iron ga zetten en ik hak het iron weg, dan heeft niet heel veel nut om dan de fakkel te plaatsen, want dan is de fakkel niet er weg. En ik ga nu verder naar boven. En nu ga ik echt naar boven. Ik laat het kool maar gewoon zitten. Had ik later wel. Even kijken, ik was hier bezig. Klopt dit? Voor mij wel. En voor mij heb ik aan een stack blocks wel genoeg hoor. Oh ja. Wacht, ik kan net zo goed even. Heeft het nut? Nee. Ja, misschien ook nu eentje omhoog doe. Nee, dat is eigenlijk helemaal geen nut. Oh ja. Oh, hier staat ook een crafting table. Nou, dan ga ik nu even alles installeren. Oh, ik heb het juist verkeerd gedaan. Zo. Maar het is net hetzelfde. De ovens. Oké, dan ga ik een mooi kunstwerk maken. Zo, eromheen. Dan moet ik even wennen. Dan moet ik weer shift in duwen. Zo. Oké. Zo. Dan kunnen we eigenlijk hiernaast. Zo. Zo, dan kan deze ook even weg. En dan heb ik er... Precies genoeg om een liefst te ik denk nog dames en heren. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En tot de volgende keer. Later.